En lezers, kijk naar een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn morningroutine slash avondroutine, oftewel ochtendroutine ook goed. Maar in deze video laat ik zien wat ik allemaal in de ochtend doe voordat ik naar school ga. En wat ik allemaal in de avond doe voordat ik ga slapen. Dus deze video is ook echt heel vaak aangevraagd. En ik vind het ook heel erg leuk om deze video te maken. Dus laten we beginnen met mijn morningroutine. Let's go! Veel kijkplezier! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdagochtend. En hier werd ik wakker. En mijn wekker gaat altijd om 7:10. En die zet ik dan eventjes uit. En dan ga ik in mijn bed nog eventjes een beetje wakker worden. En daarna ga ik mijn bed uit. Zelfs vandaan mijn bed uit ben, dan doe ik even de gordijnen omhoog. Want dan komt er gewoon wat meer licht in mijn kamer. Dat vind ik altijd wel gewoon fijn. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik me aankleden. Oké, nu ga ik mijn kleding uitzoeken. Ik doe mijn kast open en dan ga ik het eventjes uitzoeken wat ik vandaag aan ga doen. Ik had dit shirtje gepakt, maar die vond ik uiteindelijk niet zo leuk. Dus ik ga even kijken. Nou, dit jurkje is wel leuk, want het is lekker weer. Dus deze vond ik wel leuk voor vandaag. En daarbij een leuke gewoon panty. En dan was het helemaal top. En nu ga ik mijn uitgekozen kleren aandoen. Dus 3, 2, 1. Tada! Nu heb ik mijn kleren aan. Dus ja! Yeah! Daarna loop ik eventjes naar de badkamer om eventjes mijn haar te doen. Nou, dan borstel ik nog eventjes mijn haar door. En ja, dat ziet er gewoon zo uit. En daarna, ik deed vandaag een laag staartje in. Dus ik deed even naar achter. En dan maak je een laag staartje. Als ik dan me aan heb gekleed en mijn haar heb gedaan, dan loop ik naar beneden om te gaan ontbijten. De avond van tevoren maak ik altijd mijn brood. Dus dat hoef ik alleen nog maar uit de koelkast te halen. En dan doe ik dat ook nog eventjes in mijn tas. En dan is dat ook weer klaar. En dan ga ik lekker mijn ontbijtje maken. Ik deed gewoon boter op mijn brood. Dat deed ik gewoon lekker op een bruin bolletje. En daarbij nam ik dan ook lekkere hageltjes. Nou, dan kan ik lekker ontbijten. Ik had trouwens ook nog eventjes melk gemaakt. Dus ja, en ondertussen ga ik dan altijd op de iPad en check ik even Musical.ly, Instagram en soms nog eventjes YouTube. Na het ontbijten loop ik eventjes naar boven om nog eventjes mijn tanden te poetsen. En dan ga ik nu even mijn tanden poetsen. En na het tanden poetsen pak ik eventjes uit de bak, pak ik mijn schoenen en vandaag deed ik deze leuke laarsjes aan. Nou, dan pak ik nog eventjes mijn jas. Vandaag deed ik dit leuke leren jasje aan. En als ik dan alles gedaan heb, dan pak ik mijn tas en dan ben ik helemaal klaar om naar school te gaan. Dan pak ik eventjes mijn fiets uit de tuin. En mijn school begint altijd om 8:15. Dus het was nu 8:00 en dan fiets ik snel naar school. En dan is het tijd om te gaan fietsen. Doei doei! Dit was mijn morningroutine. Nu verder met mijn avondroutine. Mijn avondroutine begint natuurlijk bij het avondeten. En vandaag aten we lekker zelfgemaakte pizza. Vanaf maandag tot en met woensdag eten we altijd HelloFresh. En HelloFresh is een box waar je zeg maar 3 maaltijden in hebt. En dan, dat recept moet je dan zelf klaarmaken. Nou, en hier ging mijn pizza en mijn broers pizza de oven in. Tada! Nu is mijn pizza klaar en nu kan ik hem lekker gaan opeten. En na het eten ga ik altijd nog even chillen op de bank. Vandaag zat ik op de iPad en ging ik gewoon even Musical.ly en Instagram checken. En nu ga ik dan lekker even douchen. En nu was ik lekker klaar met douchen. Ik had lekker mijn onesie aangetrokken. En voor de mensen die dachten, Senna, heb je wel gedoucht? Nou, ik had mijn haar niet nat gemaakt en ook niet gewassen dus. En mijn zus maakt altijd elke avond fruitsalade, dus dat eet ik dan ook lekker op. En ondertussen kijk ik dan ook altijd lekker YouTube-video's. En als ik dan mijn fruitsalade heb gegeten, dan ga ik eventjes mijn tanden poetsen. En tijdens het tandenpoetsen komt Jordi altijd even een kusje geven, wat ik niet altijd zo even leuk vind. En dan doe ik mijn pyjama aan. Tada, nu ben ik in mijn pyjama. En dan komt mama me nog eventjes een kusje geven. Als ik dan alles gedaan heb, dan kan ik eindelijk gaan slapen. Doei doei! Nou, dit was dan mijn video dan alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden, als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!